Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Filosoof Floris van den Berg en ik zijn in de corridor in Vlaanderen. We hebben een hele groep toehoorders hier, fantastisch. Jullie ga ik allereerst welkom heten, dank dat jullie er zijn. Maar we zijn hier natuurlijk voor onze speciale gast Jean-Paul van Bendegem. Hij schreef talloze boeken, emeritus professor, maar we gaan het toch ook nog hebben over dit. Hier moeten we een potje gaan over knokken. Hij schreef het boek De Vrolijke Atheïst. Mijn compaan hier naast mij, Floris van den Berg, die heeft een hele trilogie boeken uitgebracht met vrolijke boeken. Maar één boek moest hij aanpassen en dat was De Olijke Atheïst uiteindelijk, want er was een boektitel ingenomen. Ja. En dat was Jean-Paul. Ja, hoe gaat dit aflopen? Wordt dit een knokpartij? Wordt er bloed vergoten in Gent, in Wetteren? We gaan het zien, we gaan het erover hebben. U gaat het meemaken. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft, klik op like en abonneer. Jean-Paul, welkom. Dank u. Fijn dat je er bent. Vaak worden atheïsten gezien als boze mannetjes die de discussie zo nodig op de spits moeten drijven. Maar atheïsme kan kennelijk ook vrolijk zijn. Hoe zit dat? Ik ga er eigenlijk vanuit dat als je als atheïst in het leven staat, op welke manier dan ook, dat een dimensie van vrolijkheid daar moet in meespelen. Niet tegenstaande de misschien wat treurige wereld waarin we ons vandaag bevinden. Maar als je het op de keper beschouwt, dan is het voor mij echt wel een vrolijke bedoeling. Wat te maken heeft met mijn voorgeschiedenis, die is eigenlijk wel wat mij betreft heel belangrijk. Reden ook dat ik het boek natuurlijk heb meegegeven, De Vrolijke Atheïst. En niet waar ik mee geworsteld heb, Het Vrolijke Atheïsme. Ah. Want als ik die titel zou genomen hebben, dan zou ik toch weer de indruk kunnen geven dat ik een bepaald systeem wil presenteren. Als je atheïst bent, dan is dit de vorm die je moet aannemen. Mm-hmm. En nee, het is een persoonlijk relaas in eerste instantie. Het is een poging om uit te leggen hoe ik als atheïst in het leven sta. En zoals gezegd, het heeft te maken met mijn voorgeschiedenis. Ik ben religieus opgevoed. Mm-hmm. In een heel bijzondere variant die binnen het christendom te vinden is. Eén van de vele varianten, namelijk gereformeerd protestantisme. Oké. Okay. Klinkt al vrolijk, hè? Ja, ongelooflijk. Als er één aspect continu aanwezig was, dan was dat wel het verdwijnen van de vrolijkheid. Ja, ja. Dat was aan de andere kant, wat ik altijd heb kunnen appreciëren, is, ik heb het altijd ervaren als een religie van het woord. Dus in die zin voor mij nog altijd de openingsversen van het evangelie van Johannes. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Wauw! De naam van iets en datgene dat die naam draagt, vallen samen. Wauw! Daar kun je filosofisch over doorbomen natuurlijk. En eigenlijk was dat een religie die meer te maken had met bijbelstudie dan met een bepaalde manier om in het leven te staan. Let wel, de continue, maar dan ook de continue aanwezigheid van God, dat was toch niet min. Daar heb ik echt de problemen mee gehad. Dat heeft mij... Kun je een paar voorbeelden noemen dan? Ik vermoed dat in andere podcasts de tegenstelling tussen geest en lichaam wel ter sprake zal gekomen zijn, dat resoluut proberen af te wijzen van het lichaam. Mm-hmm. Dat alles wat daarmee te maken had, dat was of zondig, of toch beter niet. Ja. Dat dus het ontdekken van de sublieme kunst van het masturberen, dat was een drama. Terwijl hij toekijkt misschien zelfs. Dat is ook geen fijn idee, denk ik. Ja, daarom zoveel jaren later heb ik mij proberen op een bijna therapeutische wijze leren mee om te gaan. Ik heb het nooit zo gedaan, hoor, voor alle duidelijkheid. Jammer genoeg. Maar ik dacht toen, als hij dan toch aan het toekijken is, kan ik het maar beter goed doen. Ja. Dat hij zegt, kijk, anderhalve minuut, dat is nu toch echt wel belabberd. Maar kijk, hij neemt zowaar 10 minuten. Ja. En dit en met die variatie, nou, dat was het bekijken waard. En, en dan achteraf dankt hij hem, denk ik. De reden dat hij niet meer tussenkwam, en dat was toch verschrikkelijk, hè? Dat je nooit een appreciatie kreeg. Ja. Dat zou kunnen geholpen hebben. Waar gaat deze podcast naartoe? Na 3 minuten hebben we het al over masturbatie en uitgebreid nog ook.
Ja, en mag ik daar meteen iets aan toevoegen? Oh, ja, hoor. Kijk, echt waar, ik ben dit jaar 71 geworden. Dus al een zekere terugblik op het verleden. En hoe zaken in een mensenleven kunnen veranderen, op manieren die je nooit zou zelf kunnen bedacht hebben, maar die het wat mij betreft alleen maar zo vrolijk maken. 71-jarige witte man in deze contrijen, wat is het eerste euvel, of een van de eerste euvels waarmee je af te rekenen hebt, een vergrote prostaat. Dat betekent ook dat het plassen... daar ben ik nu wel blij dat hij niet meer hoeft toe te kijken. En dan krijg je vanuit medische hoek, mijn huisarts nota bene, die zegt, ja, maar er is een manier om met die vergrote prostaat om te gaan, want dat vernauwt de buis waar het sperma doorheen moet. Maar door te masturberen kan je daaraan verhelpen. Dus nu, uit puur wetenschappelijk oogpunt, om netjes te kunnen plassen en het toilet niet achter te laten voor de volgende mens na mij met een idee van wie was dit, moet ik dus nu verplicht masturberen. En kijk, voor mijn eigen gezondheid. dat verzin je niet. Het viel mij al op dat Jean-Paul was elke 10 minuten was al even weg, maar nu begrijpen we hoe het zit. Dank je wel voor deze toelichting. In de academische wereld zou ik willen zeggen, lijkt me vaak terughoudend te zijn over atheïsme. Misschien behalve hier, hè? In Gent zou ik nog willen zeggen, is misschien juist wel een beetje een uitzondering daarop. Waarom is dat? Goh, dan moet ik toch een correctie aanbrengen in die zin dat de universiteit waar ik het grootste gedeelte van mijn tijd heb doorgebracht. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Gent, toen nog Rijksuniversiteit. Ja. En dan ben ik aan de Vrije Universiteit Brussel terechtgekomen. Vrij in een totaal andere betekenis dan de VU in Amsterdam, voor alle duidelijkheid. Ja, humanistisch vrij. Hè, ja. En daar was het eigenlijk zelfs zo, en nog altijd hoop ik toch, dat het thema van atheïsme niet een thema is dat per se moet besproken worden indien het erom gaat om te verdedigen waarom je een atheïst bent. Het is een totaal andere zaak natuurlijk om uit te zoeken waar komt het vandaan, wie hebben bijdragers geleverd, hoe verschillen die onder elkaar. Prima, dat is de filosofische studie. Maar daar was dat helemaal geen punt. Dus dat was wel aangenaam, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Hey, interessant, jij kent alle argumenten voor en tegen religie, of in ieder geval heel veel. Nou vind ik het leuk om als atheïst te vragen wat jij het sterkste argument vindt voor het bestaan van een god. Misschien is het omgekeerd geformuleerd, maar het moet toch iets zijn wat het sterkste argument is. Ja, voor mijzelf is het sterkste argument dat ik op dit moment geen enkele troost meer kan ontlenen aan de gedachte dat er na dit leven hier een of ander vervolgscenario zou zijn. Ja. Omdat ik daar met het probleem zit, ofwel ben ik het in dat vervolgscenario, ofwel ben ik dat niet. Mm-hmm. Als ik het ben, dan is het de integrale vorm. Dat lichaam hoort erbij. En de ware enthousiastelingen zeggen mij dan nog eens bovendien, het duurt eeuwig. Wat ik al een verschrikkelijke gedachte vind. Ja, maar je bent wiskundig, hè? Dus eeuwig betekent echt wel heel lang. Dan. Oh. Wel, ja. Ik hou enorm van de quote van Woody Allen. Eeuwigheid duurt ongelooflijk lang, vooral naar het einde toe. Ja. Dat had het schitterend. Dus ofwel ben ik het niet, en dan maakt het mij niet uit, want dan ben ik dat niet meer. Ik voel mij nu enorm voor mezelf gerustgesteld in de gedachte, hoogstwaarschijnlijk, voor mij althans, na dit scenario is het afgelopen. Dus ik ontleen heel veel troost aan het symmetrie-argument. Ik heb zeer goede herinneringen, dat is een dwaze uitspraak, want dat kan niet. Maar toch, als we even de logica-regels mogen overtreden, ik heb zeer goede herinneringen aan de 13,7 miljard jaar dat ik er niet bij was. En dat mag terugkomen. Ja. Dat, het tweede element, en misschien het belangrijkere argument ook, is daardoor krijg je een focus op het leven hier en nu. Ja. Het dient hier en nu te gebeuren. En dat is met inbegrip van de dingen die lukken, die slagen, maar ook met inbegrip van de dingen die je hebt nagelaten. Hè, ik vind altijd een van de mooiste passages uit de novelle
van Willem Elschot, Chip. Okay. Waar hij even in de tuin zich terugtrekt met de kleinzoon en tegen de kleinzoon zegt... Ik kan het niet woordelijk herhalen, maar de inhoud van de boodschap naar zijn kleinkind toe is... Laat na wat ik heb gedaan en doe wat ik heb nagelaten. Ja, mooi. Het is een manier om zichzelf te evalueren en tegelijkertijd ook de boodschap mee te geven. Doe het anders en als het meevalt, zal het beter zijn. Mooi. Dan ga ik ook het omgekeerde aan je vragen. Je bent atheïst, maar wat is dan de belangrijkste reden om atheïst te zijn? Waarom ben je atheïst? Behalve dat God niet meekijkt tijdens die masturbatie dan. Dat is al heel wat, hoor. Ja. Nee, maar het belangrijkste argument om je echt bewust... want het gaat niet alleen om jezelf, maar om religiekritiek te uiten. Want je uit ook heel veel religiekritiek. Waarom zou je dat überhaupt doen? Er zijn zoveel onderwerpen waar je... Er zijn oneindig veel onderwerpen waar je mee bezig kan houden. En toch spreek je echt uit over religiekritiek en atheïsme. Waarom doe je dat? Ik wil voor mezelf graag een onderscheid maken tussen waarom ik mijzelf als atheïst beschouw. Ja. Dat is voor mij in zekere zin vrij helder en duidelijk. Ja. De andere kant is, of het is niet echt een andere kant, dat gaat voor mij niet noodzakelijk gepaard met... Ik moet nu naar buiten treden en duidelijk maken... Mensen, even aandacht jullie allemaal, ik ben een atheïst. Die behoefte heb ik eigenlijk niet. Maar door sociale omstandigheden heb ik het nodig geacht om mij toch als zodanig naar buiten toe te profileren. Ja. En dat had vooral te maken met in Vlaanderen een vereniging die behoorlijk wat aanhang heeft, is het Davidsfonds. Ja. Religieus gekleurd, hoewel tegenwoordig wordt het moeilijk om dat nog te zien. Het verschijnen van kleuren is ook daar duidelijk een probleem. Of een positieve ontwikkeling, zoals je dat wil bekijken. En zij vroegen mij of ik wilde komen praten over mijn atheïsme. Als men mij de vraag stelt, dan ga ik erop in. Ja. En gegarandeerd, ik wist dat dat zeker zou komen bij de vragen nadien. Iemand ging de vraag stellen, op verschillende manieren geformuleerd, maar de kern van de vraag was wel, ja, maar als je atheïst bent, wat belet er jou dan om de straat op te gaan en mensen neer te schieten? Vanuit de gedachte, er staat niemand boven jou die jou controleert en zegt, nee, Jean-Paul, dat doe je nu even niet. En ik heb 3 fases doorgemaakt. En je komt ongewapend, dus dat scheelt. Ja. Dat weet jij niet. Mijn eerste antwoord dat ik gebruikte was om te zeggen, ja, sorry hoor, maar ik heb het niet het idee dat gelovig zijn daar veel aan verhelpt. Nee. En dan was men meestal gechoqueerd. Wat zegt hij nu? Tweede houding was... sorry, ik begrijp de vraag niet. En dan herformuleerde men dat. En dan als het meeviel, draaide men zichzelf in een knoop. En was dat ook opgelost. Wat hij van, ja, dat is ook niet bevredigend eigenlijk. Wel, niet voor mij, niet voor het publiek. Dus wat ik nu zeg is, kijk, heel simpel. Er staat niks boven mij. Het enige wat ik heb, is mijn medemens. Ik herken mijzelf in mijn medemens. Ik denk dat met Griet van der Massen bijvoorbeeld, ook daar zal ik kijken naar onze biologische voorgeschiedenis om de redenen te vinden waarom ik mij kan herkennen in mijn medemens. Dus zou ik de straat opgaan en ik schoot iemand neer, ik schoot mezelf neer. En daarom doe ik dat niet. En zij argument, ik ben een filosoof. De collateral damage is niet te overzien. En overtuigde dat het publiek gerust dat je naar buiten ging daarna? Nee, absoluut niet. Maar dat verwacht ik ook niet. Als ik nu lezingen geef... Vroeger had ik dat wel, hoor. Vroeger had ik dat wat naïeve idee. Goed, deze mensen geloven in A en ik heb een betoog voor niet A. En ik ga al mijn argumenten presenteren. Dat betoog zal zo sluitend zijn dat dat publiek op het einde zegt... Oh, hoe konden wij nu zo fout zijn? Natuurlijk is het niet aan. Ik ben ook wiskundige. Dat heeft daarmee te maken. Het sluitende bewijs. Het bewijs waar niemand iets kan tegen inbrengen. Nee. Ik heb die gedachte nu compleet verlaten. Nou, behalve bij je studenten wiskunde, neem ik aan. Nee, ook daar. Ook daar. Dat is een apart onderwerp. Oh, okay. Dat ook met mijn atheïsme te maken heeft, trouwens. De absolute zekerheid van de wiskunde is ook een stelling die ik... probeert te weerleggen.
Het is namelijk ook mensenwerk. Dus in die zin, uiteraard. Hè. Maar nu gaat het mij veel meer om... Oké, het gaat mij om het publiek. Ik kom iets brengen. Als het meevalt, zullen een paar mensen in het publiek denken... Dat is een mooi argument. Daar moet ik nog eens over nadenken. Als dat nu gebeurt... Of voor mij het allermooiste, als na de lezing iemand naar mij toe komt en tegen mij zegt, ik vind het mooiste compliment denkbaar, Awelse, we zijn in Vlaanderen, Awelse, ik heb het nog nooit zo bekeken. En dan denk ik, magnifiek, een perspectief toegevoegd. Ja. Als dat al kan lukken, ja, dat is toch het mooiste wat je kunt bereiken, denk ik. Precies. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Dank je. We gaan nog even wat verder in op die verschillen die mensen hebben in wat ze doen en hoe ze naar de wereld kijken. Jij schrijft, en ik ga je even citeren. Als iedereen een opleiding filosofie zou volgen, loopt de wereld vol wijze mensen die helaas van honger zullen omkomen omdat ze niet in staat zijn om voor voldoende voedsel te zorgen. Ja. Welke rol heeft filosofieonderwijs dan nog? En ik vraag dit voor een vriend. Ja. Docent filosofie. Asking for a friend. Okay, opnieuw teruggaand in de tijd. Het is zo dat ik een aantal jaren als jongere mens wel het idee had dat filosofen boven de hele zaak uitkeken. Als er een Mons Olympos was, dan stonden wij daar bovenop en beschouwden het geheel zonder daardoor zelf door het geheel beïnvloed te worden. Die gedachte is weg, omdat als ik veel filosofen bezig zie en het gaat over praktische dingen, dan denk ik, ja, effectief, als we allemaal filosofen waren, driekwart sterft van de honger. Hè? Want ook al zou het resterende kwart zich inzetten om die driekwart te voeden, dat gebeurt niet. Dat is heel simpel. Dus voor mij, filosofen hebben een plaats in de maatschappij... Naast anderen, ik zou bijna durven zeggen, groepen in het algemeen, maar eigenlijk ook wel beroepsgroepen. Het is te zeggen, dus mensen met een bepaalde opleiding, met bepaalde capaciteiten, vermogens, kwaliteiten, die in een maatschappij een bepaalde rol kunnen spelen. Ik hou zelf nog altijd enorm van de gedachte van de filosoof als dwarsligger. Diegene die tussenkomt. Niet altijd tot groot jolijt van diegenen die hem of haar moeten aanhoren, maar die zegt, ik zou het toch anders bekijken, hoor. Want je kan het toch ook zo bekijken. Dan denk je van, wat? Of wat voor mij even belangrijk is, filosofen die voor mij ook de taak hebben om na te denken over de problemen enzovoorts die ons te wachten staan. Niet de problemen die we dienen op te lossen nu, hier, vandaag. Daar hebben we het politieke spel voor enzovoorts. Maar die filosofen die inzien, oké, blijkbaar vandaag zijn dit de thema's in de maatschappij die leven en waar men antwoorden wil krijgen op de problemen. Maar er zijn nog zoveel andere problemen die zich wel ooit zullen aandienen. Is het dan niet verstandig om er al nu over na te denken? En dat gaat dan samen, wat mij betreft dan toch, met de zo vaak gehoorde reactie. Maar wat doen die mensen eigenlijk? Die zitten na te denken over zaken waar niemand iets aan heeft. En dan zeg je, ja, maar wacht even. Hè, het kan nog komen. Hè, ja, goed, daarom, er is een heel mooie ontwikkeling nu bezig in de Anglo-Saxische wereld. Onder filosofen, met meer bepaald bij de wetenschapsfilosoof, waar men in een discussie is gegaan, en die is nu volop bezig. Het is geniaal om het te volgen. In het Engels spreek je van, daar is het nog duidelijker, van philosophy of science. En dan heb je daar dus de wetenschappers en daar de wetenschapsfilosofen, en die kijken naar die wetenschappers. Liefst van al willen ze er zich niet mee moeien, want ze zijn toch speciale. Even speciaal als filosoof, maar anders speciaal, zou men vandaag moeten zeggen, neem ik aan. Zitten de wetenschappers in de zaal? Oké, dan kun je helemaal losgaan. Eentje, dat is Stijn. Stijn Breus, die kunnen we hebben met z'n allen. Ga verder, geen probleem. En nu is er een discussie gaande. Moeten we ook niet nadenken, naast philosophy of science, naar philosophy in science? Dus daar willen de filosofen in kwestie actief in discussie gaan met de wetenschappers zelf.
in het ideale geval om effectief een directe bijdrage te kunnen leveren. Om bijvoorbeeld te kunnen hebben over... De term is uiteraard bekend als je zegt, dit is een robuust onderzoek. Mm-hmm. Wat betekent dat nu juist? Ik bedoel, voor wetenschapsfilosofen is dat niet gemakkelijk om te beantwoorden. Mm-hmm. Een robuust onderzoek. We hebben een eerste orde idee daarover natuurlijk. Maar als je het uitpluist, dan denk je, delicater dan we gedacht hadden. Als je dat nu kan binnenbrengen in een wetenschappelijke discipline, mm-hmm. welk effect zou dat kunnen hebben? Ja. En dat vind ik een bijzonder interessante ontwikkeling, want dan wordt de filosofie nauwer betrokken bij wat er zich in de maatschappij ontwikkelt. Ja, want dat zou inderdaad, dat zou mijn vervolgvraag zijn. Van oké, prima, we hebben, als iedereen die filosofieopleiding gaat volgen, dan sterven we allemaal omdat niemand dat voedsel... Maar hoe gaan we zorgen dat de mensen die dat voedsel dan maken ook nog een beetje leren van die filosofen? Uitstekende vraag. Maar dan komt een belabberd antwoord, hoor ik. Nee, het is een aardsmoeilijk antwoord. Want dat heeft voor mij te maken met hoe dat je een maatschappij organiseert. Mm-hmm. Met hoe dat je iedereen in een maatschappij toegang kunt geven tot bepaalde aspecten van het maatschappelijke leven. Ja. Waaronder voor mij filosofie valt. Om ze daar toch toegang te kunnen toegeven. Er zijn kleinere initiatieven. En ik ben zelf... ik moedig zulke initiatieven altijd enorm aan. Mm-hmm. En dat, het heet dan, en ik weet, de uitdrukking is een beetje versleten geraakt, maar niettemin, misschien is de uitdrukking versleten geraakt, de praktijk nog niet. Mm-hmm. Dat is nog heel wat. De filosofie dichter bij de mens brengen. Ja. Oh, ja. Maar ten eerste ben ik er diep van overtuigd dat dat kan. En dat, ik heb al mogen lezingen geven en workshops met publieken waarvan ik durf te vermoeden dat het merendeel van de leden in de maatschappij denkt, waarom doe je dat niet? Ja. Die snappen dat niet. Die hebben de achtergrond daar niet voor. Ja, dan is mijn antwoord, ja, geef ze dan die achtergrond. Ja. Twee, het is ook een waanzinnig dankbaar publiek omdat ze ook jou op jouw plaats zetten. Concreet voorbeeld... Een aantal jaren geleden voor een van de vormingsinstellingen, toen nog Elkerik, nee, bestaat nog altijd, Elkerik, had ze mij gevraagd, wil je 4 lezingen geven over de wetenschapsfilosofie vandaag de dag? Mm-hmm. En je kreeg toen een klein publiek, maar een trouw publiek. Dus zij doen de 4 lezingen mee. Laatste lezing, zijn er nog vragen? En het was in Antwerpen. Dat moet ik er wel bij zeggen. En daar zat een wat oudere man die voor de rest niks had gezegd die 4 avonden. En die nu met de vraag afkwam... Wat ik naar Geire van A zou willen wijten. Ik vertaal wat ik graag van u zou willen weten. Die wetenschappers, luistert dat naar jou? Die wetenschappers, luisteren die naar jou? En ik zal heel eerlijk zijn... Is het toegestaan om een term te gebruiken die verwijst naar 2/3 van het mannelijke geslacht? Ja, zeker. Oké, dank u wel. Mijn eerste reflex was om te antwoorden, vriend, dat kan mij nu echt geen klote schelen. Hè? En de hele treinreis van Antwerpen naar Gent terug, ik heb dat niet geantwoord. Hoor. Nee. Ik ben van, ja, er zit een zekere decalage tussen wat de filosofen bedenken en wanneer de wetenschappers dat oppikken. Dat is moeilijk. Ja. Wat ik eigenlijk wilde zeggen, wat maakt het mij uit? Zij zitten in dat gebouw op de campus, ik zit in dat gebouw op de campus. Maar het was een vent van 2x2, net zoals Stijn Buur. Maak die inschatting van, kunnen we hem hebben of niet? Ja. En dus die hele treinreis terug zat ik te denken, waarom was dat nu het eerste antwoord dat in mij opkwam? Ten eerste, ik ben wiskundige ook van vorming, dus ik zou toch wel die affiniteit moeten hebben. En ik heb de luxe gehad om de 2 te kunnen combineren, filosofie en wiskunde. En ik praat graag met wiskundigen. Ik discussieer graag met hen. En waarom had ik nu dat antwoord in de gedachten? Mm-hmm. En in Gent aankomende kon ik alleen maar tot de bedenking komen, Jean-Paul, wat heb jij nu gedacht? Niet gezegd, maar gedacht. Mm-hmm. Eigenlijk ben je toch terug Mons Olympus opgekropen. Mm-hmm. Je zat daarboven en je hoort ze van beneden wel roepen.
Maar zoals we weten... Ah ja, nee, in die richting is de akoestiek in orde. Dus ik zal ze wel gehoord. En het omgekeerd is een probleem. Hè. Dus de bergreden van Jezus, dat moet een verhaal geweest zijn. wat Monty Python trouwens wist in The Life of Brian. Okay. Hè, dat tussen haakjes. Dus ik hoor dan wel dat gemorrel van die wetenschappers daar beneden. Maar ach, ik sta op Mons Olympus. En dat... dat zet een mens aan tot denken. Ik bedoel, dat heeft echt wel dat heeft een diep effect gehad. En ik ben dus die man daar eeuwig dankbaar voor. In een academisch milieu zou zich dat nooit hebben voorgedaan. Mm-hmm. Ja, precies. Want je deelt al zoveel uitgangspunten. Ja. Je speelt het academische spel. Je weet min of meer wat de regels zijn. Je mag iemand terechtwijzen als die ze overtreedt enzovoorts. Mm-hmm. Een vrij veilige omgeving, zoals je wil. Mm-hmm. Daar zijn het... voor een belangrijk deel onbekende omgevingen. Ja. En dat, als je dat nu als filosoof uit de weg zou gaan, ja, dat kan eigenlijk niet voor mij. Nee. Dan ben je geen... ik ga niet zeggen dat ben je geen echte filosoof, want dan ga je ze opdelen in echte en onechte, en dat is belachelijk. Mm-hmm. Bedoel, ik respecteer ook de kamergeleerde die sociaal niet zo vaardig is en die dat graag aan anderen overlaat. Niet iedereen, ik wil bijvoorbeeld zelf, ik wil nooit prins zijn, maar raadgever van de prins, prins en conseiller du prince, dat wel. Ja. Dat is een totaal andere rol, een rol die mij beter zou bevallen, denk ik. Maar je hebt ze wel nodig. Je hebt ze zeker nodig. Ja. En hoe onderscheid je nou, en dan vooral denk ik als leek, als kijk misschien jullie doseren allebei filosofie. Hoe onderscheid je als leek nou de kolder van de schatten? Want in de filosofie zit natuurlijk ook best wel wat kolder. Zoals ik altijd zeg, ook Kant heeft blauwe maandagen gehad. dat hij dacht, ik schrijf mij 5 pagina's per dag, maar dit ga ik nog eens door Lampen laten nalezen. Meneer Lampen, komt u even. Bewaren of weggooien? Nou... De geschiedenis is een, of het historische proces, ik moet het zo zeggen, niet het vakgeschiedenis, maar het historische proces is een heel curieus proces. Ik bedoel, dat we over bepaalde filosofen vandaag nog wel spreken en over anderen niet. Je kan zoveel argumenten aanhalen om te zeggen, kijk, eigenlijk had die even beroemd moeten geweest zijn als die, maar door die en die omstandigheden is dat niet gebeurd. Wel, mijn geliefkoosd voorbeeld is een filosofische stroming die uit Nederland afkomstig is. Eerste kwart van de 20e eeuw. De zogenaamde Signifische Beweging. En dingen die zij toen al deden. Dat je denkt, maar jullie waren actief gelijktijdig met de Weense kring, hè, waar het logisch empirisme of het logisch positivisme, al nog lang jouw woordkeuze, uit voortgekomen is. Waarom waren die niet veel bekender? En dat had onder andere te maken met hun bewuste keuze in welke taal ze zouden schrijven. Mm. Eerste keuze, een belangrijk gedeelte van al het werk van die Signifische Kring is in het Nederlands. Omdat zij het idee hadden, onze eerste groep waartoe we ons willen richten, is hier lokaal. Dus in het Nederlands. Gevolgd door het Frans, heel interessant, en het Duits. En dan pas het Engels. En dat heeft ze parten gespeeld. Ja. Maar het gedachtegoed op zich vind ik even belangrijk als dat van de Weense kring. Mm-hmm. En Carnap, Schlick, Neuraad, noem ze maar. Even ook belangrijk, hè? Geen discussie over. Maar dit had even belangrijk mogen geweest zijn. Dat is één. Ja. Twee. Een zeer goede vriend van mij nu geworden is Peter Schmidt. Peter Schmidt is theoloog en bijbelexegeet. En er is niks zo geestig om aan Peter te vragen, dat vers, wat staat er? En dan krijg je een half uur bijbelexegese, naar die vertaling, de Griekse vertaling, de Latijnse vertaling, vervorming daardoor, verkeerde vertaling uit, dat. En uiteindelijk staat er iets helemaal anders. Ik begrijp het genot van filosofen om met die teksten bezig te zijn. Mm-hmm. Ik zelf ben daar niet goed in, ik moet daar heel eerlijk in zijn. Maar gelukkig zijn er anderen die er wel goed in zijn. En daar zit overdrijving bij, zonder enige twijfel. Ik bedoel, het godsbewijs van Anselmus van Canterbury. Een artikel lezen
dat gaat over de plaats van een komma. Mm-hmm. Om het te illustreren, het is de briljante mop van de Nederlandse cabaretier Herman Finkers, die voorleest uit het sprookjesboek en de zin voorleest: Hans zei, Grietje, vandaag doe ik een rokje aan. Maar zo, wat staat hier nu? Hans zei, Grietje, vandaag doe ik een rokje aan. Ja. En hij kijkt beter en zei, oh, Hans, zei Grietje, vandaag doe ik een rokje aan. Akkoord, daar is die komma van belang. Dat is, je moet op de juiste plaats staan. Ja. Dus dat kent overdrijvingen, maar tegelijkertijd, ja, wetenschapssociologen zijn zeer actieve mensen. Zij hebben al eens geturfd hoeveel academische artikels gelezen worden. Oeh. Op basis van, wordt het ooit eens op een andere plek geciteerd? Nee, dat als criterium. Ja. Daar kunnen we over discussiëren, maar het is een criterium. Toen bleek dat, en de filosofen helaas stonden vrij hoog bovenaan, ik had het liever anders gewild, maar ja, het blijkt zo uit het onderzoek, tot 80%, afhankelijk van het domein binnen de filosofie, tot 80% wordt niet gelezen. Mm-hmm. Dan denk je, oei, dan zijn we toch echt wel een heel curieuze fabriek, ja, waar 100 producten van de band rollen en 20 krijg je verkocht. Mm-hmm. En men is tevreden. Ja. Ja. Nu, tegelijkertijd ben ik ook niet geneigd om te zeggen hoe zou je daarop nu kunnen inspelen. Mm-hmm. Ik huiver eerlijk gezegd bij de gedachte, we moeten het meer stroomlijnen. Ja. Dat gaat voor mij niet samen met het idee van de dwarsligger. Mm-hmm. Nee. Dat, ja. Waar begint dat dan, zeg maar? Hè? Begint dat dan toch bij de werken van Johan Braakman en Floris van den Berg? Ik ben er diep van overtuigd. Ik ben een van de filosofen die de diepe overtuiging heeft dat er geen eeuwige waarheden zijn, al of niet met hoofdletters. Mm-hmm. Met andere woorden, dat de filosofie die ik vandaag bedrijf, bedoeld is voor hier en nu. Mm-hmm. Wat in zekere zin met atheïsme samengaat. Het gaat over de wereld waarin ik mij nu vandaag bevind. Mm-hmm. Ik schrijf als filosoof en ik denk als filosoof in deze context, in deze setting. Blijft dat eeuwig bestaan? In geen geval. Gaan daar stukken van overblijven? Ik heb geen idee. Zullen het de juiste ideeën zijn? Ik bedoel, in mijn oeuvre tot nu toe... Eens toch eens dat woord kunnen gebruiken, tot nu toe. Bij sommige boeken huiver ik een beetje, dat ik denk, laat dit alsjeblieft niet het laatste, het enige boek zijn dat overblijft. Ja. Maar men zegt, Jean-Paul van Mendegem, ja, dat was die auteur van dat boek over wiskunde en seks. Ja, die was bezeten, die man. Dan zou ik denken, nee, dat zou nu toch wel oprecht jammer zijn. Ja. Nou, ik zou me er op zich geen zorgen maken. Ik zie achter jou, boven jou, dat kan de kijker thuis niet zien. Maar heeft Johan een plankje gehangen met deze boeken zijn niet te koop. Dus die mag u niet kopen. En daar staat Floris van den Berg wel tussen. Ja. Dus ik weet niet of Johan het zo bedoeld heeft, maar zo lees ik het even. Ik bedoel niet, ze zijn gratis. Nee. Maar volgens mij wil jij dat ze niet verspreid worden. Gaat het daarom? Nee, ik denk, volgens mij is het idee, is dat juist, Johan, dat er geen prijs op te plakken valt? Ah, okay. Je bent echt vrolijk vandaag. Ja, zeker. Ja, fijn. Ja, dit gesprek in de winter is totaal anders. Ja, daarom. Ik ben zeer seizoensgevoelig. Ja. Ja. Nou, over seizoensgevoelig, in de filosofie heb je momenteel twee grote scholen, de moderne en de postmoderne school. En het schijnt nu ook dat je dat in de wiskunde hebt. In die zin, dat wiskunde zegt, ja, maar wiskunde is door witte mannen gemaakt. Dat is een manier om alle andere niet-witte mannen, dus alles wat niet te onderdrukken. En ik heb collega's die ook wiskundigen zijn. En ik ben gespecialiseerd in woke. En zij denken dat het alleen maar iets is in de filosofische collegezaal. Maar ik zeg, wacht maar af. Jij krijgt ze ook wel tegen. Ben je ze al tegengekomen, deze opvatting over wiskunde, dat het alleen maar witte mannen is, dat het helemaal niet universeel is, dat 1 en 1 2 is? Uiteraard. Uiteraard, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, om te beginnen, 1 plus 1 kan ook 0 zijn als je het modulo 2 doet. Oké. Okay. dat is een slecht, een flauw argument. Nee, niet slecht, maar een flauw argument. Het is van mij van groot belang om het onderscheid te maken tussen de interne ontwikkeling van de wiskunde. En daar uiteraard kan je toch niet anders dan vaststellen dat historisch gesproken het inderdaad in hoofdzaak een witte mannen aangelegenheid is geweest. Ja. Oké, nu wacht de zware opdracht.
zie je dan ook weerspiegeld in die wiskunde zelf. Ja. En daar is voor mij het belangrijkste antidotum om met wiskundigen zelf te praten. Als je dat doet, dan merk je geen mensen die het idee hebben dat zij absolute waarheden verkondigen. Het klassieke voorbeeld, dat mensen die geloven in de absolute waarheid van de wiskunde, hebben dat idee dat wanneer er aliens zouden landen op aarde, hoe sterk ze ook verschillen van ons, op zijn minst kan je het altijd over wiskunde hebben. Ik ben geneigd om te zeggen, en veel wiskundigen zeggen dat ook, ja, eigenlijk bedoelen we daarmee omdat we niks beters hebben. Laat ons eens zien of dat ze met wiskunde iets kunnen doen. Wat een zot idee is. Want als Isaac Newton vandaag zou terugkeren, dan mag hij terug op de universiteitsbanken gaan zitten. Want die herkent in geen zo goed als niks meer van de wiskunde van zijn tijd, die hij nota bene mee heeft helpen ontwerpen. Maar die zal dat niet meer herkennen. Dus die wiskunde kent ook haar geschiedenis. Maar waar ik dan niet in meega, is, betekent dit dan het einde van de zekerheid? Nee, wat het voor mij dan betekent, is dat de zekerheid die lijkt samen te gaan met de wiskunde, dat die andere wortels moet hebben. Dus dat je moet op zoek gaan in de geschiedenis naar waar komt dat idee vandaan. En bijvoorbeeld, ik hou enorm van de Amerikaanse onderzoeker Reveal Nets, die prachtige boeken heeft geschreven over de ontwikkeling van de wiskunde in het oude Griekenland. Yeah. En in één van zijn boeken verdedigt hij de stelling, die wordt aangevochten tot en met uiteraard, hè, maar zo gaat het nu eenmaal. Alleen zijn bewijsmateriaal is verdomd goed. Yes. Robuust. Ja, robuust. Ja, inderdaad, ja. Robuust. Ja. Die zegt, kijk, zonder Homeros geen Euclides. Omdat de 13 boeken van Euclides, je kan ze nog altijd lezen. Dat vind ik zo fantastisch. Hè? Meer dan 2000 jaar later, je kan dat nog altijd lezen. Maar stijl was heel erg belangrijk ook. En dus daar zit ook een retoriek in. En als je op zoek gaat naar die wortels, ja, dan kom je uit bij je Homeros. Okay. Die manier van verhalen. Er is niks zo geestig als je een wiskundige een bewijs hoort uitleggen in termen van een verhaal. Kijk, de bedoeling is dat we daar zouden willen aankomen. Het is bijna Frodo die de ring heeft. Ja. Hij moet daarin gaan gooien. En niet zoals bij Dirk Jan doorschassen. Dat duurt wel wat uren trouwens, hoor. Ja. Ja, dat is juist. Hoe moet ik even... nu ben ik even mijn draad kwijt. Dat is jammer. Hoe ben ik op die ring gekomen? De wiskundige die een verhaal gaat vertellen. Die verhaal, dus ja, sorry, dank u wel. Dus daar is de plek waar ik wil toe komen, is dat. En je zou misschien denken, ja, maar dat kan je toch eenvoudig aantonen door dit en dat en dat te doen. Ah, nee, want dan ga je daar struikelen. Want daar zit een put, en als je niet oplet, lig je erin. Nee, je moet een omweg maken. En wat een sublieme omweg. Je denkt dat je een totaal andere richting uitgaat. En dan op dat moment, in die passage in het bewijs, maak je die beweging naar rechts, een inhaalbeweging, en dan valt het allemaal op zijn plaats. En daar staat het. Kijk, dat, dan... prachtig. Maar ja. Ik ga nog één keer nog kijken of ik je het vuur aan de schenen kan leggen. Ook, je krijgt ook nog maar één keer, trouwens. Ik zeg het al even tegen je. Nog één keer mag je. Ja. Jullie hebben nog wat uit te vechten. Ja, daar ga ik niet over hebben. Okay. Maar in de woke, is ook het idee van dat wiskunde dus... Dat je ook moet kijken naar... inheemse stammen, dus antropologen kijken hoe inheemse stammen, die denken ook van die tellen ook hun kippen en hun schapen. Maar dat ook wiskunde is die dan op hetzelfde niveau zou staan als de witte mannen wiskunde. En dat we dus ook misschien af moeten van het idee dat we alleen maar witte mannen wiskunde onderwijzen. Hoe kijk jij er als witte mannen wiskundige tegenaan? Als een oudere witte mannen wiskunde. Oudere witte mannen. Ja, oudere, ja. Oh ja. Misschien meer ouder geval cisgender, dat weet ik ook niet. Ja. Wel, ik denk dat het in alle standaardverhalen tot nu toe, er is verandering in gekomen, in alle standaardverhalen tot nu toe, laat men de westerse wiskunde in ieder geval beginnen in het oude Griekenland. Ja. Maar dan sta je voor een aantal problemen waar je niet aan uitgeraakt. Hoe zijn ze op het idee van een bewijs gekomen? Als je verder teruggaat in de tijd, dan zie je dat dat er niet is.
dat het eerder algoritmisch wordt gedacht. Hoewel, als ik mijn Franse collega Karine Chemla mag geloven, die zich heeft toegespitst op de Chinese wiskunde, daarvan zegt men ook heel vaak, als je in de tijd teruggaat, dat is een algoritmische wiskunde. Je krijgt instructies, zo moet je het doen. Maar als je de tekst leest, is het een instructie met daartussen een uitleg. Doe nu dit. En dat doe je omdat je dan dat gaat bekomen. En dat heb je nodig voor de volgende stap. Volgende stap. Dus als je nu die instructies dan even opzij zet, wat je dan overhoudt, is een oervorm, zo je wil, van het wiskundig bewijs. Dus in die zin, het interesseert mij niet om te zeggen, dit is een even volwaardige wiskunde als deze wiskunde. Voor mij is van groter belang, kan ik het in een geheel inpassen, waar ik kan inzien dat die wiskunde van andere culturen, die niet per se noties als bewijs gebruikt, die niet per se zelfstalig zijn. Ik vind de discussie over weeftechnieken, om heel complexe patronen in tapijten, doeken enzovoorts te kunnen inbrengen, daar zit zeker een wiskundige vaardigheid in. Dus laat ons dat ook maar meenemen. En dan krijg je een veel mooier, continuer verhaal dat uitnodigt tot dwarsliggende reflecties, zoals een van mijn favoriete reflecties. Als je zegt, de stelling van Pythagoras. We komen terug tot in het oude Egypte. Ah, de Nijl overspoelt, de Nijl trekt zich terug en nu moet het land opnieuw verdeeld worden. En dus als je drie paaltjes hebt met een koord met drie knopen, vier knopen en vijf knopen, als je dat strak opspant, dan weet je tussen die drie en die vier heb je een rechte hoek en kan je mooi rechthoeken maken. En daar begint het. Dan dacht ik, ja maar, stel u eens voor dat de oude Egyptische samenleving eerder anarcho-socialistisch van aard zou geweest zijn. Dus de Nijl trekt zich terug, iedereen komt af met vier paaltjes en jij mocht beginnen. En je zet je vier paaltjes en de tweede zegt, ja, nee, dat paaltje zal toch beter daar staan. En na veel heen en weer gediscuteerd, uiteindelijk geraakt dat verdeeld in lappen grond, veel hoeken. Geen rechthoeken meer, misschien. Een vierkant, heel misschien, maar veel vier hoeken. Ja, kijk, als dan de overheid langskomt om belasting te heffen, de oppervlakte berekenen van een willekeurige vierhoek, dat is een uitdaging. Ja. Een rechthoek is zo sympathiek. Ja. En kijk, dan komt er toch een sociaal, politiek, economisch element binnensluipen dat zegt, ah ja, dus dat is meegevoed geweest door deze ontwikkeling. Mm-hmm. Doet dat nu iets af aan de wiskunde? Wat mij betreft absoluut niet. Want gegeven dat het mensenwerk is, en als atheïst geloof ik dat oprecht dat het mensenwerk is, wat zou het anders kunnen zijn, dan is het eigenlijk wonderbaarlijk dat we gekomen zijn waar we vandaag staan. Dus in die zin, om heel eerlijk te zijn, ik ben nog altijd dat uitermate naïeve kind dat niet uitgekeken geraakt op deze wereld. Mm-hmm. En dat is ook mijn argument als mensen zeggen, ja, maar God moet er toch bij horen. In mijn kwaaie momenten antwoord ik dan, in dat geval heb je nog niet goed genoeg gekeken naar het universum. Kijk, en dat is een heel mooi bruggetje naar mijn allerlaatste vraag aan jou, Jean-Paul. Jij lijkt een optimist, en ik denk dat ik wel mag stellen dat je dat bent, een vrolijke optimist die waarschuwt voor gevaren en verdommenheid. Hoe blijf jij vrolijk en optimistisch in een wereld vol gevaren en vol domheid? Aan de ene kant, ja, ik hou nogal erg van die fameuze uitspraak die, als ik het goed voor heb, de ambassadeur in Wenen, de Duitse ambassadeur in Wenen, naar Berlijn stuurde met de mededeling in Berlijn. Was het Berlijn? Ja. Is de toestand ernstig, maar niet hopeloos? In Wenen is de toestand hopeloos, maar niet ernstig. Een schitterende uitspraak. Ik meen toch ook, als ik tekst lees van bijvoorbeeld Stijn, dat activisme, waar ik op mijn eigen bescheiden manier ook mijn bijdrage toe lever, denk ik, hoop ik, dat ook iets is wat jou draaiende houdt. Mm-hmm. Wat jou hoop geeft.
Het is niet de situatie dat je denkt, ja, nu is er echt niks meer aan te doen. Mm-hmm. Nu hebben we het gehad. En akkoord, en dan maak ik mij weer vrolijk. Hè? Dan zeg ik, wel, kijk, grof genomen heeft de aarde toch nog een 2 à 3 miljard jaar te gaan, vooraleer de zon een rode reus wordt en dan gaan we niet meer klagen over de zomers. De reden is dat we er niet meer zullen zijn. 2-3 miljard jaar, maar dat is uitstekend. Hè? Ook al verdwijnt 99% van de mensheid, dat groepje dat overblijft. Of nee, laat de mensheid verdwijnen, tout court. 2-3 miljard jaar voor de evolutie is een voldoende tijd om een tweede poging te ondernemen. En dan ga ik ervan uit dat het toch onmogelijk slechter kan uitvallen. Kijk. En dat is mijn superoptimisme. En met die woorden gaan we eindigen. Jean-Paul van Bendegem, dank je wel voor je komst. Dank je wel voor je prachtige bijdrage en anekdotes. Floris van den Berg, jou ook bedankt voor je bijdrage. U als kijker en toehoorder hier bedankt. En in het bijzonder, hij zit achterin, Johan Braakman. Mag ik ook nog even een applausje voor Johan, alsjeblieft. En doe maar tegelijkertijd voor Jean-Paul. Ja, waarom niet? Dank u wel. U als kijker en luisteraar thuis, ook nogmaals dank u wel. Klik op like en abonneer met uw steun. Met het volgen steunt u ons en dat helpt ons ontzettend. We zien u heel graag terug bij de volgende podcast.